Hallo en welkom bij het retreat De Magie van Ascensie. Mijn naam is Danielle Hermeler en vandaag ga ik in gesprek met Bonnie Bessem over Ascensie. Want wat is het eigenlijk en hoe werkt het? En de vraag die mij de laatste tijd heel erg bezighoudt is: hoe kunnen wij dat inzetten om bij te dragen aan een meer liefdevollere samenleving? Of misschien wel gewoon bijdragen aan meer rust in mezelf? Dat zijn vragen die bij mij leven en ik vind het superleuk om die straks allemaal aan Bonnie te stellen. Eerst wil ik Bonnie aan jullie voorstellen. Bonnie is psycholoog, medium, auteur, spiritueel leraar. Heeft ook met een andere oprichter het prachtige Levenscollege in Den Haag opgericht. Ik heb laatst tegen Bonnie gekscherend gezegd: het is eigenlijk een mystery school van de 21ste eeuw. Maar dat gekscherend kunnen we wel aflaten. Het is gewoon zo mijn beleving. En ik heb ongetwijfeld nog veel dingen niet over Bonnie gezegd die ook waar zijn en die komen ongetwijfeld nu in het gesprek ook naar voren. Nou, Bonnie, heel hartelijk welkom hier. Ik vind het superleuk dat je met mij dit gesprek wilt doen. Ja, dankjewel, Danielle. Ook superleuk om hier te zijn. Dankjewel. Ja. En leuk wat je allemaal zegt, ook over het Levenscollege. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk bevoordeeld. Ik zal het ook maar meteen delen met alle luisteraars. Ik ben zelf een student bij het Levenscollege en volg een van jouw meerjarige opleidingen tot levenscounselor. En ik heb daar zelf al zoveel uitgehaald. Gewoon in mijn eigen ontwikkelingen, in mijn eigen groei. Waardoor ik ook tegen jou laatst zei: het is gewoon een mystery school. Naast dat ik straks als levenscounselor. Ja, een mystery school en ook weer echt wel persoonlijke ontwikkelingsschool. Ja. Hè? Ook echt met doel het leven vanuit je ziel. Dat is denk ik toch wat iedereen graag wil. En ook waarom iedereen er is überhaupt hier op aarde. Ja, dat is heel... Ja, en dat omarm ik ook. En daarom was ik zo blij dat jij meteen ja zei: ik doe mee. interview me maar. Dus ik ga ook maar meteen mijn eerste vraag op je afvuren. Ik ben zo benieuwd, als jij het woord ascensie hoort, waar jij dan aan denkt. Wat voor jou... Waar ik eigenlijk aan denk, is het boven de persoonlijkheid uitstijgen. Mm. En wat bedoel ik daarmee? Dat in die eerste 12 jaar van ons leven worden we geprogrammeerd. Hè? Onze gedachten worden geprogrammeerd. Er komt eigenlijk het zelfbeeld, het zegt het al, een beeld van het zelf. CQ persoonlijkheid, CQ egootje met onze programmeringen en pijnlagen erbij. Dus je hebt dat waarmee we eigenlijk ons hele leven identificeren van: dat ben ik. Hè? In die eerste 12 jaar is Bonnie gevormd. Maar er was veel meer, want wie was ik voordat ik überhaupt die programmering kreeg? En voor mij is het stijgen, het boven de persoonlijkheid uitstijgen, waardoor je weer in je eigen ziel komt, in je essentie van: maar wie ben ik eigenlijk echt? En het grappige is, het is aan de ene kant juist naar binnen, hè, omdat je daar ook de ziel kunt ervaren, terwijl de ziel groter is dan het lichaam en dan de persoonlijkheid. Dus het lichaam leeft in de ziel. En tegelijkertijd is het een ascensie, een verhoging van je frequentie. En daar gaat het maar eigenlijk om, dat we boven onze instincten uitstijgen, boven onze irritante ego-trekjes en persoonlijkheidstrekjes, hè, naar de frequentie van liefde, van angst naar liefde, van hoofd naar hart. Oh ja, ja, van hoofd naar hart, van angst naar liefde. En dus boven die persoonlijkheid uitstijgen. Ja, ik heb met mijn rationele mind denk, ja, leuk Bonnie, en hoe dan? hoe kunnen we dat doen? Nou, wat ik zelf heb ontwikkeld, wat door is gekomen. Kijk, als psycholoog heb ik heel veel mensen begeleid en merkte ik dat ik bezig was in dat zelfbeeldlaag, in die persoonlijkheidslaag. Dus wat gebeurt er vaak, is een nieuw zelfbeeld creëren, maar daarmee kom je niet naar de essentie van de mens. En toen ben ik gaan vragen, ook aan de ongeziene wereld, aan mijn... Ja, de hond gaat er even tussendoor. Aan mijn begeleiders ben ik gaan vragen: geef mij iets wat niet alleen pleisters plakken is, wat ik doe als psycholoog, maar wat ook
veel meer transformerend is of transmuterend. Dat is echt dat de persoonlijkheid ook van je afvalt eigenlijk. En toen kwamen ze met dat model van de levensinitiaties. En waarin ze dus ook zeggen, we als mens komen we hier om die initiaties te doorleven. En die hebben te maken met de water wat gevoelens is, lucht wat denken is, vuur wat spiritueel is en liefde en aarde wat het fysieke is en manifestatie. En daarin de uitdaging, daarin de initiatie is, hoe bijvoorbeeld water, hoe zit ik niet daarin vanuit mijn persoonlijkheid, hè, waarin je merkt dat de emoties, de gevoelens als water golven over je heen slaan, maar hoe leef ik dat vanuit mijn ziel? En dat is een prachtig model wat ze hebben gegeven, waar ik zoveel mensen eigenlijk mee heb kunnen helpen, begeleiden, trainen, om anders om te gaan met die uitdagingen in je leven. En dat is heel praktisch. Hè? Hoe doe je het heel praktisch? De allerbelangrijkste meditatie in de levensinitiatie is de zonmeditatie. En de zon is het symbool van de ziel. En als jij iedere keer die zon aanzet in jezelf, en je stelt je voor, je gebruikt ook je verbeeldingskracht. Stel je voor dat je die zon helemaal aanzet, en wie ben je als je zou leven vanuit die zon? Dan kom je bij dat beeld, wie ben je als je leeft vanuit je ziel? En als je die, je kan je voorstellen, als je daar aandacht aan geeft iedere dag, dan wordt het groter. En dat brandt eigenlijk al die programmeringen, de pijnlaag, de zelfbeeldlaag, brandt het weg. En dus het mooie daarvan is niet zoals in de psychologie, dat ik vanuit de buitenkant naar binnen ga en kijk wat je pijnlaag is en daar, hè, hoe is iets ontstaan en wat is er gebeurd. Nee, ik breng je eigenlijk naar de ziel direct. En naarmate we die groter maken, die doet zijn werk wel. En dan ga je van binnenuit brand je het weg. En je ziet ook dat al die dingen waar we vast aan zitten, onze verhalen, onze pijnen, onze trauma's, en sommige trauma's zijn heel heftig, die bijna niet door te branden zijn, dat realiseer ik me heel goed. Mm-hmm. Maar je ziet dat dat hetgeen is wat je eigenlijk niet bent. Ja. En het moment dat je dat door hebt, kan je gaan stijgen boven jezelf uit. Boven het kleine zelf en kom je in het grote zelf. Ja, mooi, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, de persoonlijkheid hoeft niet zo hard aan het werk te gaan. Je laat de ziel werken. Ja, weet je, als je de persoonlijkheid aan het werk zet, wat maak je dan groter? Ja. Ja. En dan heb je het eigenlijk over het onware deel van je. Ja. Dus en daar bedoel ik mee, het deel wat niet eeuwig is, deze gaat voorbij. Dus de persoonlijkheid en je verhalen in dit leven gaan voorbij. Maar er is iets in jou wat eeuwig is. En dat zet je als het werk, dat zet je dus eigenlijk aan het werk, onder andere met die zonmetafoor, die zonmeditatie. Ik zou hem eigenlijk heel graag zo even willen oefenen, maar ik heb toch nog, een andere vraag die ik niet wil kwijtraken. Want wat mij te binnen schoot net is, kijk, als jij mensen begeleidt, hè, dan neem je ze mee in jouw zienswijze. Maar wat nou met mensen die dit niet weten, ook die levensinitiaties, dat model niet kennen en gewoon hun leven leiden, hè, zoals we eigenlijk allemaal doen. Is het dan toch mogelijk om dan eigenlijk onbewust boven je persoonlijkheid uit te stijgen? Of heb je daar toch echt wel wat hulp bij nodig? Dat gaat nooit onbewust. Dat gaat niet onbewust. Weet je, het is vaak een crisis of een verlies of een wat dan ook, wat zorgt ervoor dat we verder gaan kijken. Of we hebben zo'n last van onze programmeringen, waardoor we ook verder gaan kijken. Maar het merendeel van de mensheid leeft inderdaad gewoon zijn leven.
en identificeert zichzelf volledig met de persoonlijkheid. En dat is wat we doen. Hè? We staan op, we ontbijten, we gaan naar werk, we werken, we komen terug, we eten, we hangen op de bank. Of, weet je, of we hebben sociale contacten en we gaan slapen. Dat is wat het is. En met het gevoel, dit is wat het leven is. Wat mij eigenlijk altijd heeft verbaasd mijn hele leven al, omdat ik nooit, bij mij zijn nooit helemaal die sluiers dicht gegaan. Dus ik heb met starre verbazing er altijd naar gekeken als kind, dat volwassenen zich niet afvragen wie ze zijn en wat ze hier kwamen doen of komen doen. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Dus dat heeft mijn hele leven doorgespeeld van, ja, maar je kan dit toch niet aannemen als dit is het? Ja. Dat kan toch niet? Als je kijkt naar het heelal, hoe groot het is, dan kunnen we toch niet zeggen dat het heelal om dit kleine pestplaneetje draait? Er moet toch iets, weet je, hoezo zijn er niet al tig meteorieten tegen die aarde opgeknald? Hoezo zit het zo in elkaar? Ja, en dat... Daar heb ik als kind al naar gekeken. En ik heb mezelf ook heel erg gevoeld dat dit ook is waarom ik hier ben. Om ook weer mensen bewust te maken waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Ook door het mediumschap. Ja. Door dat contact te maken met die ongeziene wereld. Maar ook door... er is een keuze. Je hebt een keuze. Je hebt een keuze om te onderzoeken. Kijk, en als mensen niet willen onderzoeken, dan wordt het een probleem. En ik heb wel eens mensen die tegen mij zeggen, ja, maar ik vind het niks, weet je, ik ben wetenschappelijk. En dan zeg ik, ja, maar een wetenschapper onderzoekt, hè, die gooit niet zomaar een aanname weg. Ja, en dat is mensen onder het mom van nuchterheid en wetenschappelijkheid, gooien ze iets weg wat ze überhaupt nooit hebben onderzocht. En ik heb altijd gekeken, ik vind het namelijk opvallend, mensen die, mensen die echt heel blij zijn, die dat stralende hebben, dat gelukkige, die lopen op dit pad. En dat heeft me altijd geïntrigeerd. Wat hebben zij, weet je, ook als kind, wat ik toen niet voelde, of als tiener, of als twintiger. Wat doen zij? Wat weten zij? Waar ik toch ook door de sluiers dingen ben vergeten. Nou, dat is inmiddels weer terug. Maar dat... Ja, weet je, we moeten er wel voor openstaan. En een open mind, met een open mind ligt echt het hele universum aan je voeten. Maar als ik oogkleppen opzet, want dat doen we letterlijk. Ja. Ja. Ja, dan zie je het niet. Dan zie je alleen maar dat kleine stukje vooruit. Ja. Letterlijk je pad, zeg maar, het nauwe weggetje. Ja, ja, dus oké. Het vraagt dus wel een open mind en nieuwsgierigheid. En misschien ook voor een aantal van ons, zo niet voor ons allemaal, is nog een soort van wake-up call in de vorm van een crisis. Of misschien wat je ook zegt, gewoon last hebben van al die aannames en overtuigingen dat je je belemmerd voelt in je leven. Ik kan me dat ook goed voorstellen. Zitten er nu middenin, hè, weet je, met zo'n corona. De hele wereld wordt er nu ingezet. Het is nu, is het nu, dit is het moment. Dit is waar de oude meesters, waar de Hopi-Indianen al jaren over spreken. Dit is de tijd. Nu is het begonnen. En dat merk je. Je merkt namelijk, waardoor merk je de ascensie, de stijging, is dat daar waar je uit vandaan stijgt, wordt opeens heel zichtbaar wat er niet klopt. Nou, daar zitten we middenin. Het is één grote pestzooi. niet alleen in de wereld, maar ook in onszelf. Er zijn heel veel mensen die worden helemaal gek van het gevecht in zichzelf, tussen die persoonlijkheid, tussen die angst en liefde, tussen die, het engeltje en de duivel in hunzelf. En ja, dat is zo'n teken van dat we gaan stijgen. En het mooie is, in de energie om de aarde heen kun je voelen dat er een stijging al aan de gang is. Dus de frequentie is al verhoogd. Nou, als de frequentie verhoogt in je,
dan kunnen natuurlijk bepaalde delen die in een lage frequentie zitten niet meekomen. Of die gaan weerstand bieden. Of die worden opeens daardoor heel zichtbaar, ook in jezelf. Mm. En dat is wat er nu zo gebeurt. Dus wat ik natuurlijk heel bijzonder vind, is dat we niet in een oorlog zitten, maar dat we op deze manier gedwongen worden, de hele aarde, van jongens, jullie liepen op een doodlopende weg. Hij was echt doodlopend, zowel op milieugebied als hoe we met elkaar omgaan, als de hebzucht en geld en ongelijkheid tussen volkeren, tussen man en vrouw, allerlei dingen. Ja, en die doodlopende weg, daar kunnen we kunnen niet meer door. Het wordt nu gestopt. We zullen andere wegen moeten gaan vinden. En dat is wat er ook nu gebeurt. En wat heel erg is, omdat je ziet dat de economie in elkaar gaat klappen. En het is vreselijk als je de eerste bent die om gaat vallen. Weet je? Maar waar zijn wij? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Of laten we het allemaal? Maar op een gegeven moment wordt het zoveel. Ik geloof dat ze nu bij de World Food Program, ja, dat is shocking hoeveelheid mensen nu in armoede gaan leven. Ja. Ja. En waar zijn wij om dat te helpen? Want het is er, weet je. Er is. We hebben echt mogelijkheden om elkaar te helpen hierin. Ja, en als we het heel klein bij huis houden, hè, want dat is ook een vraag die mij heel erg bezighoudt. Want ik, wat je net zegt over dat honger, dat kwam laatst ook weer een bericht voorbij, waardoor ik me ook weer zo realiseerde dat wij daar misschien nog niet eens zoveel last van zullen hebben, maar andere delen van de wereld wel. Dus kan je ook lekker een beetje ver van je afduwen. En tegelijkertijd dat gevoel van verdorie, ik zit hier middenin. Weet je, wat kan ik nou in mijn leven. Weet je, wat kan ik nou doen voor het geheel? Nou, het belangrijkste is, daarmee zeg je het al, is je eigen frequentie verhogen. Ja. Het moment dat wij dat. Ik heb een heel mooi beeld ontvangen dat die iedere dag 10 minuten gaan zitten en je eigen frequentie verhogen. Dus je aandacht brengen naar je zon, naar liefde, naar vreugde, naar blijdschap. En dat eigenlijk, er hangt om de aarde heen zo'n raster van licht. En dat noemen ze ook wel de flower of life, wat er omheen hangt. En als wij op dat raster die hoge frequentie van gevoelens, van liefde naartoe sturen, dan wordt dat raster, want dat is, hij is niet meer compleet. Weet je, alle lijnen moeten weer gelegd worden, om zo maar te zeggen. En door wat jij zelf doet in die iedere dag zitten en jezelf in die hogere frequentie brengen, dat is ongelooflijk wat je dan voor de wereld doet. En wij hebben de neiging als mens dat we liever eerst bekend of zichtbaar of wat dan ook willen zijn voordat we gaan doen. Maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Ja, is echt het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is, ga iedere dag zitten. Gooi je hart open, zet je zon aan. Verspreid dat licht de atmosfeer in. Dat is het belangrijkste werk op dit moment. Wat niet wordt gezien, waar niet voor wordt geapplaudisseerd. Maar als mensen aan mij vragen, wat kan ik doen? Dit is echt essentieel. Ja, nou, dat geeft mij ook weer een stukje gevoel van. Ik zoek even naar het goede woord, want controle is het verkeerde woord. Maar het kan soms zo groot voelen, dat je daarin eigenlijk overweldigd wordt. Hè? Dat je eigenlijk, als je brein, mijn brein slaat dicht. Weet je, dus dit helpt zo, van dit is zo klein en tastbaar. Dit kan ik doen. Weet je, ja, en moet je voorstellen als we het allemaal doen. Ja, inderdaad. Maar, dat is het. Ja, dus mensen, even een oproep aan iedereen die hier naar luistert. Mocht jullie het nog niet doen, dan is dit een mooie uitnodiging. En iedere dag. En ik denk dat het misschien mooi is om zo'n meditatie even met elkaar te doen. Ja. Ja? Heerlijk, gaan we doen. Oké. Ja. Nou, dan mag je even je ogen dicht doen.
En breng even je aandacht naar je ademhaling. En stel je dan eens voor een prachtige zon in je, een prachtig licht. Gewoon je verbeeldingskracht gebruiken. En stel je eens voor dat die zon steeds meer gaat stralen in je lichaam. Dat het gaat naar iedere cel, naar je gedachtes, door je gevoelens heen, door je lichaam heen, naar buiten. Dus jij wordt die stralende zon. En je hart is helemaal open. En je voelt die gevoelens van vreugde, van liefde, van vrijheid, van dankbaarheid. En maak die eens groter in je. Soms kan het zijn door aan iets te denken waar je heel blij van wordt. Of waar je dankbaar voor bent. En stel je eens voor wie je zou zijn als je helemaal leeft. Vanuit dat licht, vanuit jouw essentie, vanuit je hart. Wie ben je dan? Hoe voel je je dan? En terwijl je dat voelt, voel je dat je ook die plek inneemt op dat raster rondom de aarde, op die flower of life, op die kruispunten van energielijnen. En door dat gevoel van die zon, van die vreugde, van jouw open hart, van jouw liefde, voel je hoe je in dat netwerk jouw licht verspreidt. En hoe dat het licht raakt van anderen die dit doen. Waardoor we elkaar weer versterken. Waardoor we steeds meer licht brengen in ons denken. In het denken van de mensheid. We brengen licht in onze gevoelens. En in de gevoelens van de mensheid. En we brengen licht in ons lichaam. Zoals we dat ook licht brengen in de natuur, in de aarde. En wees je bewust hoe je je nu voelt, wat je ervaart en ziet. En voel hoe die grote zon buiten ons en in ons straalt. Hoe we verbonden zijn met elkaar, met de bron. Of de grote geest, of God, of hoe je het ook wil noemen.
En adem dan diep in en uit. En open weer je ogen. En het fijne is, eigenlijk is het een hele korte. Ik heb hem expres wat korter gemaakt. Omdat je ziet hoe snel je daarin kan komen. Ja, ik sta weer van te kijken. Ik heb deze natuurlijk al vaak met jou geoefend. En jij leert deze ook in jouw training en opleidingen. Dus hij is mij al bekend natuurlijk. En tegelijkertijd, elke keer verrast het mij weer. Ik hoor het al aan de manier aan hoe ik nu praat. Ja. Het verrast mij weer hoe ik dan zak en hoe snel dat gaat. En ik hoor het nu en hoe ik met je praat. Wat het effect is van die... Nou, hoe lang heeft het geduurd? Een paar minuten? Geen idee. 5 minuten. En dan zie je wat er gebeurt in jezelf. Ja. En om je heen. En als je dit zou kunnen zien... Het effect dat het heeft op iedere cel, hè, op microniveau, maar ook het effect dat dit heeft op macroniveau, dan zou je serieus dit niet 1 dag meer overslaan. Als je het effect hiervan ziet. Ja. En het is veel groter dan we ons realiseren. Veel groter. Dat effect is zo simpel en eenvoudig. Je bedoelt dat het effect zoveel groter is dan wij zelf kunnen overzien. Ja, klopt. Ja. In de eenvoud van dit is het effect heel groot. En als je het nou hebt over ascensie, ja, dan is dit ascensie. In 5 minuten. Ja, daar hou ik al van. Ik bedoel, ik hou ervan omdat het namelijk simpel is. Het is kort en krachtig, weet je. Het is... mijn persoonlijkheid heeft natuurlijk ook nu een grote mond, want... Die wil natuurlijk ook heel veel dingen doen op een dag. Dus ik maak er ook een beetje een grapje van. Maar ik ben ook serieus. Want het is zo krachtig in zijn eenvoud. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En daardoor ook heel bereikbaar. Het is binnen ons handbereik. En het mooie is, het is voor de persoonlijkheid. Je wil altijd groter en ingewikkelder. Ja. Maar als je echt voelt in de ziel, dan voel je hoe fijn dit is. En het ligt echt in die eenvoud en simpelheid. We zijn helaas geneigd, of de persoonlijkheid in ons is geneigd, om alles ingewikkeld te maken. En alles heeft voorwaarden ook, weet je. Ik kan pas wat gaan doen als... Ik kan pas wat voor mensen gaan betekenen als... Nee. Als jij dat nu wil, dan kijk jij vandaag naar wat je nu kan doen in je omgeving. Al verspreid je dat licht naar 1 iemand. Als je de golfbewegingen ziet. Dat is zo mooi, dat pay it forward, wat ze dat idee hebben. Dus ik doe voor jou iets of ik doe voor 7 mensen iets. En die doen dat ook weer voor 7. En zo gaat dat maar door. Hey, en als nou... toch daar iets voor in de weg staat. Hè? Bijvoorbeeld omdat je ontzettend boos bent op iemand. Of gefrustreerd of geïrriteerd. Hè? We hebben eigenlijk allemaal wel iemand in ons leven gehad. Of we hebben zo iemand nog steeds waar we al onze gedachten op af kunnen vuren. Dus wat zou jij zeggen als iemand zegt, ja, Bonje, leuk. Maar op het moment dat ik op mijn stoel ga zitten om 5 of 10 minuten de zon aan te zetten, word ik alleen maar boos en dan moet ik alleen maar denken aan... Nou, heel simpel. Maak het niet zo persoonlijk. Ja. Weet je, we zijn geneigd om alles persoonlijk aan te trekken. Mm-hmm. Wat iemand anders doet en zegt en wat er gebeurt. Maar het draait niet om jou. Net zoals kijk naar het moment dat ik uithaal naar iemand, is het omdat ik echt in balans ben. Omdat ik net een vervelend telefoontje heb gehad. Omdat ik me opgejaagd voel. Omdat ik geen tijd maak of gewoon niet goed voor mezelf zorg. Mm. Waardoor ik iedere vraag te veel vind. En dat heeft dus niks met anderen te maken. Die is helaas wel de pineut, want die krijgt volle laag.
Maar het heeft met mij te maken. Net zoals iemand die dus uithaalt naar mij. Ik dat niet als persoonlijk neem. Want die voedt zichzelf dus ook niet. Die zit op dat moment niet in de ziel. Die zit in het egootje. En dan halen we uit. Want dan hebben we angstgedachtes. Maar dat hoef ik niet persoonlijk te nemen. Dus het belangrijkste is, laten we niet alles persoonlijk nemen. Nou, en hier heb je de levensinitiaties in de praktijk. Je hebt de persoonlijkheid of je hebt de ziel. En de persoonlijkheid zegt nu, hè, de vraag die jij stelt, wat kan ik als persoonlijkheid doen? Nou, je kan als persoonlijkheid niet zoveel doen. Je moet eerst hier naartoe. Dan pas kunnen we wat doen. Dus stop, ga naar de ziel. Kappen met alles maar persoonlijk nemen. En ik denk dat dit een van de moeilijkste, simpelste, maar moeilijkste lessen is om te doen. Om het je niet persoonlijk alles aan te trekken. Ja. Ja, dat denk ik ook. En ik weet uit eigen ervaring dat het doorlopen van de levensinitiaties, daar dat bewustzijn op krijgen, enorm helpt. Om een andere houding of een andere blik, een andere visie te krijgen, waardoor je inderdaad eigenlijk leert om dingen niet meer zo persoonlijk aan te trekken. Ja, en daarin zie je ook, hè, daarin zie je ook in die initiaties de oefeningen die we doen. En ja, daar zitten heel veel oefeningen die zijn gericht op het doorzien van wat de persoonlijkheid doet. Ja. En net zoals ook de work van Byron Katie, waarin je die vragen stelt, kloppen je gedachten wel die jij aanhangt, je overtuigingen, je ideeën, waardoor er allemaal gevoelens ontstaan en gedragingen. Maar ook het weet je, de boosheid waar jij het over hebt nu. Ja, daarin is het belangrijkste pad vergeving. En wat is nou zo mooi aan vergeven, is dat je het niet kan verklaren. Nee. Want we kunnen wel de intentie zetten. Maar je kan niet met je mind zeggen, oké, ik heb nu vergeven. Dat is onzin. Ik zie bij niemand die dat werkt. Maar door de intentie te herhalen, is er opeens een moment waarop mensen vergeven. En dat is de magie, als je het hebt over, hè? De magie van ascensie. De magie waarin, ja, het wonderlijke, het is niet met het brein te verklaren. En toch voel ik dat er een vergeving ontstaat, dat het dus van me afvalt en ik het niet meer persoonlijk neem. Ja, ja, mooi. Mooi hoe je dat uitlegt. En ik realiseer me ook dat elke vraag die ik wellicht nu nog ga stellen, dat je me elke keer weer uitlegt. De oplossing zit niet in je persoonlijkheid. Hè? De oplossing zit eigenlijk in het meer laten toestromen van je ziel of je hogere zelf, of hoe we het ook mogen noemen, of je connectie met de bron. Dat is leuk, dat is wat Einstein ook zei. Hè? Een probleem kan je nooit op hetzelfde level oplossen. Nee. Je moet een level hoger, dat is weer die ascensie. Je moet omhoog. Dus met iedere uitdaging, probleem, irritatie, whatever, stop. Stop. Ga zitten. Ga terug naar de ziel. Zet die zon aan. Ja. Wat zou de ziel nu doen? Wat zou liefde nu doen? Ja, totaal anders dan de heftige, instinctiefmatige reacties. Maar je moet niet vergeten dat die heftige reacties komen door die programmering die eerste 12 jaar. Die zitten in dat reptiele brein. Mm-hmm. En die, weet je, dat is zo'n programmering en zo'n gewoonte. Want hoe vaak is het niet zo dat je op een bepaalde manier reageert. En dan denk je daarna, nou doe ik het weer. Weet je, maar het heeft je al voordat je überhaupt kan stoppen. Nou, door bewustzijn te kweken, door je frequentie te verhogen, waardoor je bewustzijn groter wordt, komt er een moment waarop je niet meer achteraf zegt, oh, dat had ik anders willen doen. Maar dat je tijdens het conflict of de uitdaging denkt, oh, wat ben ik nou aan het doen? Dat is al echt een hele winst. Want dan kan je stop zeggen. En doordat je iedere keer weer die zon aanzet en weer, het is eigenlijk een herprogrammering, komt er een moment waarop je ervoor zit. Dus ik kan me nog herinneren, als kind, ik was best wel een driftkikker. Als je het hebt over mijn reptiele brein, dan was mijn instinct vechten.
Absoluut, lichamelijk zelfs ook. En als iets me niet beviel, dan werd ik ongelooflijk boos. En ik weet nog dat ik had, zeker met dat vuur, hè, dat zit ook in die vuurinitiatie. Ja, brand je niet alleen de ander brandt zich eraan, maar je brandt jezelf ook aan dat vuur. Weet je, ik had giga migraine aanvallen. En ik weet nog heel goed dat je dan dat bewustzijn groeit. En dat je denkt, ja, maar er is een andere manier van hier naar kijken. Nou, daar zat één al in. Kap is met alles persoonlijk nemen, want dat deed ik. Dus daar hield ik mee op. En ik weet nog zo goed, door de oefening van die zon. Ik doe dat nu ruim 20 jaar. Langer eigenlijk al. 20 jaar, iedere ochtend sta ik op. Het eerste wat ik doe is mijn zon aanzetten. Iedere avond als ik ga slapen, het laatste wat ik doe is mijn zon aanzetten. Maar je kan je voorstellen wat een programmering dat wordt. En juist in je onderbewuste, want dat is vroeg in de ochtend en net als je gaat slapen, programmeer je dat onderbewuste. Ook in die meditatieve staat kom je daar ook in. Dat op een gegeven moment er iemand boos werd op me en zei, ik ben echt heel boos op je. En er gebeurde niks. Er ging niks af in mijn lichaam. Dus dat ik dacht, hè? Ik keek ook naar beneden. Dat ik denk, hè? Normaal zou ik nu echt of gaan verdedigen of gaan vechten met woorden. En het gebeurde niet. En ik vond het zo interessant. En toen zei ik, ja, ik zie dat je boos bent. Toen zei ze, ja, maar ik ben echt heel boos op je. Dus hè, ze wilde ook een reactie. Toen zei ik, ja, weet je, dit doe ik morgen weer. Er gebeurt ook niks in me. Ja. En wat bedoel je met, dit doe ik morgen weer? Datgene waar zij boos om was geworden? Ja. Nee. Ja, dat was een gedrag wat er niet beviel in wat ik deed. En ja, dat is, ik zei, ja, dit doe ik morgen weer. En dat vond ik, ja, dat is zo mooi. Weet je, je hebt zo. Daardoor komen we ook in vrijheid. Iedereen mag ook zijn wie die is, weet je. En juist in relaties, jeetje. Daar hebben we zoveel verwachtingen. En juist de mensen heel dichtbij, hè, zijn degene die het meest triggeren. En waarop je teleurgesteld wordt of boos of wat, omdat de ander niet aan die verwachting voldoet. Ja. Maar het moment dat jij natuurlijk jezelf echt voedt en je neemt dingen niet meer persoonlijk, ja, dan valt dat opeens weg. Dat is heel grappig. Ja, wat een vrijheid, hè? Ja, en nu jij daarover begint, schiet mij te binnen. Ik weet dat jij bezig bent met het schrijven van een boek, hè? Je hebt meerdere boeken geschreven, maar je nieuwste boek gaat ook over relaties en opvoeden van kinderen. En nou, ik was even een lucky, want ik mocht het nog niet gedrukt exemplaar alvast lezen. Zou je er iets over willen vertellen? Nou, de titel heet, en die zegt het allemaal, En ze leerden nog lang en gelukkig. Ja. He, dus ze zijn opgevoed met dit idee en ze leefden nog lang en gelukkig. Hierdoor krijgen we toch, zeker als je kijkt naar al die sprookjes en die romantische films, de programmering dat als we die relatie hebben en de prins op het witte paard en de prinses wordt gered uit die hoge toren, ja, daarna leefde ze nog lang en gelukkig. En iedereen komt in een enorme teleurstelling terecht. Want nou, binnen 2 jaar zijn de eerste ego-dingetjes wel aangeraakt. En denk je, ah, oh, maar die ander is eigenlijk helemaal geen prins, weet je. Is die nog een kikker? Wanneer komt die grote verandering? En de vrouwen worden als prinses zeikers, want die willen aandacht hebben, die willen de romantiek en die willen opnieuw veroverd worden. En die gaan zeuren, trekken, drama, weet ik het allemaal. En die mannen worden een stel horken, niks meer prins op het witte paard, en doen gewoon hun eigen ding. Nou, hè, dus het typerende wat er gebeurt binnen relaties. Ja, en hier zie je ook dat we hebben zoveel heilige huisjes gecreëerd, waardoor we zoveel verwachtingen hebben, wat allemaal in de persoonlijkheid ligt. Ja, ja. En dat heeft te maken met die vuurinitiatie, waarin je de persoonlijkheid heeft niet lief, die wil iets. Ja, ik heb je lief zolang jij voldoet aan mijn verwachting. Ja.
En ik vond het shocking, dat weet ik heel goed, ik vond het echt shocking om te ontdekken dat ik echt alleen maar liefde had op voorwaarden. En dat als mijn man irritant werd, ja, dan ga ik toch ergens anders kijken. Of zelfs bij mijn kinderen, die nu in de 20 zijn, kwam ik tot de conclusie, er is een grens. Er zit een grens aan mijn persoonlijke liefde, hè, om zo maar te zeggen. Dus toen dacht ik, hey, relaties, ik weet dat mijn man toen in 2008, toen wij de vorige financiële crisis hadden, toen gingen wij eraan. En wat ook zijn humeur kost, dat begrijp je. En absoluut een 7 jaar lang, ja, alleen maar met het werk bezig, alleen maar proberen het hoofd boven water te houden. Een soort moedeloosheid richting depressie. Dacht je dat daar romantiek nog plaatsvond? Of dat hij zich bezig kon houden met mij? Terwijl ik daar wel om zeurde trouwens, geef ik direct toe. Maar dat heeft mij geleerd. En toen dacht ik, waarom? Ik was toen al bezig met die levensinitiaties. En ik zo voelde, wat heb ik echt nodig? En er is een moment waarop ik voelde wat het is als ik in mijn ziel helemaal zit en ik voed mij. Op dat moment mocht hij daarna zijn wie hij was. En als hij geen zin had en hij was depressief en hij was maar met één ding bezig, dan is dat oké. Okay. En dat heeft een enorme bevrijding gegeven. Hetzelfde is met onze opvoeding van kinderen. Die valkuil dat wij denken het beter te weten, dat wij onze verwachtingen leggen van de maatschappij op onze kinderen. En dat je gewoon de vrijheid en de ruimte hebben ze niet meer. En ik weet nog dat, dus wat ik eigenlijk doe in het boek, is al die heilige huisjes van relaties omschoppen. En alle heilige huisjes van opvoeding. Ja. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, was naar aanleiding van iets wat ik las van Byron Katie. En toen zei ik tegen mijn kinderen, dat waren toen irritante tieners. Toen zei ik, ik wil jullie eventjes hier roepen en ik wil jullie vertellen, jullie hebben de meest bijzondere goede moeder die je kan bedenken in de hele wereld. Ik ben de meest perfecte moeder die er is. Nou, je kan je voorstellen dat mijn dochter van 14 redelijk geïrriteerd tegen mij zegt, ja, hoezo dan? Wat is dit voor onzin? En toen zei ik, nou, ik zorg voor al je problemen en jij gaat ze leren oplossen. Waardoor dat hele schuld issue, wat zo wordt uitgespeeld, zeker dochters, moeders, daar was echt een ster in, goede leermeester voor mij, was weg. Dus iedere keer als daarna kwam, mam, zei ik, ja, dat klopt, dat heb ik veroorzaakt. Ik ging die discussie niet eens aan. Dat heb ik veroorzaakt, maar ik los het niet op, dat is jouw taak. Ja, hij komt even binnen bij mij, want ik heb nu zelf 3 pubers. Mijn dochter is gelukkig nog wat jong en dat is nog een schatje. Maar mijn 2 zonen, maak je borst maar nat, hè? Zulke pubers. Maar nu wat jij zegt, komt even zo binnen van ik ben een perfecte moeder, ik ben super. Ja, ik veroorzaak al je problemen, maar jij kan ze oplossen. Ik heb vertrouwen in je. Ga, weet je, ik merk dat ik al, mijn god, mijn dag is al goed. Oh, wat denk, leuk om te zien dit. Ik denk dat ik ze vandaag ook even bij me roep in de keuken. Ik vind het echt briljant. Maar wat ik voel bij mijzelf al, oh mijn god, die kapte waarschijnlijk ook nog heel wat lagen en aannames zitten. En het, ja, het, ik denk dat het goed is voor je als je hem nog een keer leest, dat manuscript. Ja. Hij staat erin, maar het is goed om er mee, weet je, ook hierin. Ja. In die relatie moeder-kinderen nemen wij ook alles zo persoonlijk als moeder. Ja, verschrikkelijk. En hoe vaak we niet bezig zijn met, ook in partner. Ben ik wel een leuke vrouw? Doe ik het wel goed? Ben ik wel een goede moeder? Ben ik wel, nou, volgens mij vragen vaders dat bijna niet af, hoor. Oh, ja, nee. Het is wel een moeder. Doe het gewoon. Nee, maar dat is echt een, het is een neiging van moeders om dit te doen. Om, meer vrouwen hebben de neiging om zichzelf naar beneden te halen.
dan mannen dat hebben. Ik weet niet waarom dat is. Het zal wel door de programmering zijn, die andere programmering die jongens krijgen en die vrouwen krijgen. En helaas zit daar die programmering nog steeds in. Maar neem ook in de puberteit, voor mij is dat niet hou van, maar hou vol. Ja. Weet je, dit is geen hou van, het is hou vol. Dat is een fase dat ik denk, ik moet de ergste dingen kunnen beperken, dat ze niet echt uitglijden. Ik moet een vangnet zijn, dat als het echt misgaat, dat ik er dan ben. Dat, hè? Dus, calamiteit beperkend bezig zijn. Punt. Verder heeft geen enkele zin. Discussies niet, dingen niet. Ik weet nog, met mijn dochter was al heel mooi. Die was 17. Moet je voorstellen, ze zat nog op school. En toen zei ze, mam, ik heb het zo gehad hier. Ik ga met mijn vriend die was toen 24. Zij was 17. Samenwonen, driehoog achter bij het Hollands Spoor in Den Haag. Schat, zal ik je koffer pakken? Ik vind het helemaal goed. En mijn man schoot helemaal in die stress. Wat doe je nou? En toen zei ik, nou, er is geen haar op mijn hoofd. Wat denkt dat ik haar hier zou kunnen houden? Wordt één groot gevecht. Ga ik niet doen. Dus ik ga direct mee hierin. En dus ik heb de koffer gepakt. En ze is de volgende dag gegaan. En een week later komt ze spullen halen en wij staan buiten te praten een uur lang. En toen zei ik tegen haar, jeetje, wat is dit leuk opeens. Toen zei ze, dus vanaf het moment dat ik haar die vrijheid heb gegeven, waren onze gesprekken zo interessant en zo mooi. En wat ik zo leuk vond, is eerder in de puberteit de ruzie die ik met haar had. Nu studeert ze en appt ze me regelmatig of facetimet ze me en zegt ze, mam, is echt heel normaal hoor, dat een moeder de dochter belt hoe het gaat. Weet je, bij ons is het andersom. En ik moet er zo om lachen. Weet je, in hoe die door de vrijheid te geven, is er veel meer verbinding. We hebben geen verbinding als we die liefde hebben op voorwaarden. Ja. Dus ik heb haar dat vertrouwen gegeven. En een half jaar later kwam ze weer thuis. Oh. Want dat schoonmaken en dat samenwonen, dat was het toch niet. Weet je, dan moet je opeens je eigen huis schoon gaan maken. En ja, sindsdien helemaal goed. Nu woont ze natuurlijk weer een paar jaar alweer het huis is ze uit. Maar zo ontzettend leuk. Ja. Ja, en als je dit zo vertelt, ja, ik verschoot net al van kleur, want ik zie het er helemaal voor me dat ik de dochter, bij mijn dochter de koffer in pak als ze 17 is. Ja. Het vraagt ook wel moed. Het vraagt dus ook echt moed om vanuit liefde te kunnen kijken naar het pad wat ons kind, hè, onze kinderen, die natuurlijk ook een eigen weg hebben, om hun die vrijheid te geven om dat pad te laten bewandelen. Dus een stukje moed. Ja, want wat kan er nou werkelijk misgaan? Want het vangnet is er. Ja. Dus je kan altijd terug. Er is geen. Ik zeg, je kan altijd terug. Ik vind het helemaal goed. Ga jij maar proberen. Ja. Ja. En je kan altijd terug. Er is helemaal niets aan de hand. En het is niet alleen moed. Het is vertrouwen. Ik heb zo'n groot vertrouwen in het goddelijk plan. In dat het leven loopt zoals het moet lopen. Ook dus voor mijn kinderen. Het is niet ik die beslis hoe het leven voor hun moet lopen. Nee, er is hun eigen ziel die ervaringen al erin zet. Of dat je moet leren dat waar jij mee bezig bent ook daadwerkelijk een gevolg creëert. Ja, ga dat maar leren. Ja. Dan moet je toch echt een paar keer tegen die muur oplopen. Ja, inderdaad. Ja, nou, het inspireert mij heel erg als je dat zegt. Want cognitief ben ik het natuurlijk helemaal met je eens. Mijn hart ook. Maar ga het maar eens doen. Dus ik heb, ja, ik heb met mijn zoon gehad. Die had toen hij 16 was. Dat was ook zo'n moment. Hij was 16. Hij was lichamelijk is hij nooit helemaal goed geweest. Terwijl het nu een beer is van 2 meter en zo breed. Ja. Ja, dus die heeft zijn lichaam echt nu totally onder control. Maar dat had hij helemaal niet. Dus hij,
Hij is een keer opgenomen met belachelijk hoge bloeddruk. En hij heeft astmatische klachten. Er zijn nierproblemen. Dus wij hebben, toen hij jong was, te veel in het ziekenhuis gezeten. Daar krijg je trouwens ook wel trauma's van. En ik weet nog heel goed, toen hij 16 was... dat hij mee zou gaan met een reis naar China van school. Moet je je voorstellen. China is natuurlijk niet het meest schone land. Dus qua astma is link. En ik weet hoe hij, wat er kan gebeuren met zijn bloeddruk. 16 jaar en hij is daar naartoe en hij belt me op. Hij is daar aangekomen. Is het giga jetlag. En hij zegt, ja, ik weet het niet, ik loop ergens buiten. Ik weet eigenlijk ook niet meer waar het hostel is en waar iedereen is. En ik kan helemaal niet ademen en ik kan ook niet meer slapen. En ik ben helemaal, weet je, totally paniek eigenlijk. Dus ik denk, jeetje, mina, dat ik hem heb laten gaan. Maar ik had gevraagd aan de ongeziene wereld, aan mijn vader, die al overleden is, is dit een goed plan? En toen zei mijn vader, alles na deze reis zal veranderen. En toen, nou, dat werd de eerste paar dagen een hel is het geweest voor hem. Hij heeft een gigantische migraineaanval gehad. Hij heeft hoge bloeddruk gehad. Hij is bijna opgenomen geweest. Ze wisten niet wat ze met hem aan moesten. Ze hadden het helemaal gehad. Hij wilde alleen maar naar huis. En toen zei ik, weet je, ik wil eigenlijk Nout er niets meer van horen. Je hoeft me niet meer te bellen. Dit is wat ze vroeger deden bij de jongens. Die stuurden ze op inwijdingsreis. Je werd het bos ingestuurd en je gaat maar overleven. Weet je, jij zit in China, je gaat maar overleven. Je gaat het er maar wat van maken. Ja. Ik zeg, en hier zie je hoe jouw brein een hel aan het creëren is. Ik stel voor dat je er een hemel van gaat maken. Ik zeg, je hoeft me niet meer te bellen. Kijk, ik weet dat hij, dus er zitten twee leraressen zijn erbij. Dus ik hoef hem niet meer te spreken. En ik heb dat gelaten. En hij moest het zelf uitzoeken. Ik zei tegen mijn vader, hoezo zei je alles gaat veranderen na dit? Weet je, het is één grote hel. Toen zei mijn vader, ja, maar ik heb niet gezegd dat het leuk zou worden. Toen dacht ik, oh ja, dat is waar. En dus deze inwijding, en ik moet toegeven, ik had best wel angst hoor. Er zaten ook echt wel angst. Terwijl als ik dan dieper voel in mijn ziel, dacht ik, oh nee, het is goed. Maar in mijn persoonlijkheid zat echt wel angst. En ook schuld en ook, jezus, wat heb je nou gedaan? En hij kwam terug, stoere verhalen. Hij heeft de turn gemaakt. De vrienden die hij daar heeft opgedaan, heeft hij nog steeds. Zijn zijn beste vrienden geworden. De leraressen hadden het helemaal gehad met hem. Dus die waren er ook echt helemaal mee klaar. Maar sindsdien is het ook met zijn lijf. Ik weet, hij heeft toen de omslag gemaakt. Hij is gaan sporten, hij is beter gaan zorgen voor zichzelf. Ja, en dat is dat, ja, zo mooi om te zien. En hij moest hier kennelijk doorheen. Ja, dat is met recht echt een initiatie, hè? Dit was echt een initiatie. En mijn moederhart voel ik meteen, dat wil je eigenlijk voor je kind dragen. En wat mooi dat jij die rugzak nog een extra zetje hebt gegeven. Want ja, dat moeten ze dus zelf dragen. Ja. Mooi hoe we hier eigenlijk zo van het ascensiepad en hoe we kunnen bijdragen aan, nou ja, aan een meer liefdevollere wereld. Eigenlijk nu helemaal hebben ingetuned op hoe kunnen we het gewoon in ons huis en haard doen. Hè? Met onze partner, kinderen, nou, wellicht ouders en wie ook in onze directe cirkel zitten. Want dat, ik vind het fijn, want dat maakt het voor mij zo concreet en tastbaar. Want in die end is dit waar we elke dag mee aanlopen te modderen. Klopt, klopt. Ja. En daar moeten we het wel in doen. Ja, en dit is ook je grootste oefening. Het is ook het werkterrein waar je uitdagingen deed het zichtbaar worden. Ja. En waardoor je dus ziet wat voor gedachten je hebt. Ja. En hoe vaak je handelt uit angst. En dan, en iedere keer dacht ik, oh nee, nee, weet je, praat nou uit liefde, probeer nou uit liefde. Maar, en ik ben tig keer uitgegleden, maar doordat ik iedere keer het weer deed, komt er een moment waarop het lukt. Ja. Ja, en ik ga toch even aankaarten. Want ik weet dat jij prachtig, ja, ik ben er zelf fan van. Ik weet dat jij die prachtige module hebt van die levensinitiaties. Ik ben er zelf fan van, omdat het mij zo geholpen heeft om het ook echt met mijn brein te snappen. Ik ben iemand die dat graag ook gewoon wil snappen. En het met mijn hart te voeden. Dus
wat mij daar zo in aan heeft gesproken, is hoe je eigenlijk mind en hart bij elkaar brengt. En het heel concreet maakt, hoe ga je het toepassen? Hè? En nu weet ik dat jij voor alle luisteraars sowieso allerlei mooie gratis meditaties hebt, waaronder die zon, maar ook dat jij een korting aanbiedt op het online module. Misschien dat je iets wil vertellen wat mensen straks kunnen verwachten als ze op de link klikken die ik onder dit interview ga plakken. Ja, je kan de levensinitiatie online training, daarin zijn alle filmpjes, alle meditaties, alle oefeningen per initiatie, kan je daar doorheen. Het zijn 6 lessen. Nou, 1 les doe je niet in 1 dag. Daarvoor is het te veel per les. Dus daar moet je echt wel even de tijd voor nemen. Ik het liefst 2-3 weken zelfs. Om alle filmpjes, meditaties en dingen op die ene initiatie te doorleven. En er zit een kortingscode bij. Normaal is die 190, maar iedereen kan hem aanschaffen voor 150. En dat is die kortingscode Levensinitiaties 11. Met kleine letters, die kan je invullen. En dan heb je hem voor 150. Ja, ik kan hem echt aanraden. En ik heb zelfs, weet je, als er mensen zijn nu die kijken, die dat helemaal niet kunnen betalen, stuur een mailtje wat je wel kwijt kan. Ik vind het zo belangrijk dat iedereen deze volgt en dat die beschikbaar is voor iedereen. Dus zelfs dat kunnen ze doen op de site. En misschien is het iets wat jij op jouw site nu ook kan plaatsen. Is ook de visualisatie van de zon. Die kan jij misschien er gewoon bij zetten. Ja, dat ze die bij jou ook nu kunnen downloaden. Die visualisatie van de zon. En er zitten op mijn site en op het Levenscollege site bij Inspiratie zitten meerdere gratis meditaties. Er zijn ook een aantal meditaties betalende. Dus je hebt de zon 2, die is gekoppeld weer aan intentievisualisatie. Nou, daar gaan we weer op een heel ander verhaal. Maar dat is wat je allemaal kunt doen. Dus voor mij, dat is ook waarom ik mensen opleid. En ik hoop dat iedereen dat zoveel mogelijk verspreidt. Ja. Omdat het zoveel mensen inzicht geeft en ook helpt om te stijgen, inderdaad, om uit die persoonlijkheid naar de ziel te gaan. Ja, en ik heb er nog 1 vraag over. Dat is eigenlijk een vraag die ik zelf had toen ik met jou daarmee begon. Hè. Dat heeft eigenlijk even over die verbeeldingskracht. Jouw antwoord destijds op mijn vraag heeft mij zo geholpen. En op dit moment realiseer ik me dat anderen misschien met hetzelfde zitten. Van ja, ik verzin alles, die zon, ja, ik kan het wel bedenken, maar. Maar jij, nou, wil jij daar iets over zeggen wat verbeeldingskracht eigenlijk voor ons is? Ja, het is fijn dat je dat aangeeft. Verbeeldingskracht, wat ze hebben onderzocht is dat de hersens weten niet het verschil wanneer jij iets verbeeld of wanneer je iets echt meemaakt. Maar jouw lichaam reageert hetzelfde. Ja, dus dat zie je al met mensen met een angststoornis. Die verbeelden dingen, maar het heeft een daadwerkelijk effect op het lichaam. Dus verbeeldingskracht, imagination, verbeeldingskracht is een godsgeschenk. Is zo'n belangrijk zielenzintuig. Het probleem is dat wij hier op aarde het hebben geschoven onder fantasie. Maar daarin, hè, dus ik zie verbeeldingskracht als veel meer. Verbeeldingskracht is waarbij je jezelf helemaal kan programmeren. Maar verbeeldingskracht is ook de bodem die je schept om tot communicatie te komen met een veel groter veld. Met het goddelijke of met jouw gidsen of met engelen of hè, met je team. En verbeeldingskracht is zo'n belangrijk element. En ik vond het wel mooi, want ik zat net een boekje te lezen van de mysticus Joseph Banner. En hij heeft begin 1900 dat opgeschreven. En zijn zin was: imagination is God's gift. It is the ground in which communication and in which God gives his thoughts. En hoe belangrijk het dus ook is om je verbeeldingskracht, dat realiseerde ik me gisteren trouwens opeens, om je verbeeldingskracht zuiver te houden.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik kinderen kreeg of zwanger werd, kreeg ik giga horrorbeelden. En hoe belangrijk het is. En ik heb ze nog hoor soms, dat ik denk, nou ja, waar zit ik nou aan? Wat ben ik me nou aan het verbeelden? En hoe belangrijk het is om die verbeeldingskracht zuiver te houden. En hem te gebruiken om te stijgen. Hem te gebruiken voor de ziel. Want het is eigenlijk een zielenkwaliteit. Waarin je dus ook steeds meer in jouw ziel kunt komen. En in die frequentie kunt komen. Tegelijkertijd kan verbeeldingskracht, als je dan als de persoonlijkheid hem gaat gebruiken, dan vervuilt hij gigantisch. En dat zie je bijvoorbeeld met angststoornissen of mensen met depressie. Die hebben echt een heftige negatieve verbeeldingskracht. Mooi ook wat jij er nu ook aan toevoegt van de vervuiling. Dat heb ik me ook niet zo gerealiseerd. Maar ik inderdaad, als moeder heb ik natuurlijk volstrekt prachtige verhalen gecreëerd al in mijn hoofd. Soms, hè, van alle nare dingen die kunnen gebeuren. Maar dat is eigenlijk het vorm van vervuilen van wat ik me letterlijk dan verbeeld op dat moment. En dat hoef ik, het is ook een keuze, hè? Je hoeft dat niet allemaal te verbeelden. Nee, en wat je ziet is dat het daadwerkelijk creëert. Want verbeelding is niet alleen gedachte, maar het is direct gevoel erbij. Dat is namelijk wat verbeelding is. Hè? Het is niet alleen één gedachte, ik denk aan iets. Nee, er komen beelden bij die direct gevoelens geven. Dus het is een heel krachtig iets in ons, ook tot manifestatie. Hoe manifesteren wij ons leven, wat de aarde-initiatie is? Hoe trek ik dat wat ik graag wil vanuit de ziel naar het nu? Ja, daar heb je, dat is verbeeldingskracht het belangrijkste tool eigenlijk daarvoor. Prachtig. Ja, ik ben blij dat ik deze vraag nog stelde. Ja. Eigenlijk, want ik kan uren met jou praten en ik heb nu al ideeën voor alle andere online retreats en voor andere onderwerpen. Want een uur is niet genoeg. He, dat gevoel. Maar ik denk toch dat het goed is dat we het gaan afronden. Maar ik heb nog één vraag. Hè. Als deelnemers die hier naar luisteren letterlijk weglopen van het interview. Wat is dan het inzicht of de gedachte of de wens? Of wat is het enige wat je hoopt of wenst dat ze bij zich zullen houden? Of zullen onthouden? En dat ze een keuze hebben. Oké. Je hebt een keuze in het leven en je bent medeschepper van je leven. Dat is denk ik wat ik het belangrijkste vind. En je hebt dus een keuze dat je of blijft bij die programmering, bij de persoonlijkheid, of je gaat terug naar jouw wezenlijke zelf. Mooi. Ja. Ook dat, hè, geeft ons zoveel weer de regie in handen. Nou, daar zeg je een heel belangrijk punt. Want de persoonlijkheid zal altijd in slachtoffer- en daderverhaal spreken. De ziel is en neemt het heft in handen. En daarmee ontdek je je eigen scheppingskracht. En ik geloof dat ik geloof dat hetgene is waarom wij als zielen ook op aarde zijn. Dat je de oorzaak gevolgt, dat je ziet wat je schept ook. En nou zitten we ook in scheppingen die veel groter zijn, omdat we die met z'n allen aan het creëren zijn. Daar kan je als één persoontje niet altijd direct uitkomen. Dus er gebeuren ons ook dingen. Mm-hmm. Maar het is wel mijn scheppingskracht in hoe ik daarmee omga. En ik zie ook tot hoeveel ik in staat ben om te scheppen in mijn leven. Al zijn het mijn gedachtes en mijn gevoelens en wat voor een effect dat heeft op mijn lichaam. En dus ook hoe blij je bent in het leven of hoe zwaar alles is. Ja, daar zit scheppingskracht in. Mooi. Mooi. Dankjewel, Bonnie. Ik ben heel Dankjewel. Blij met het gesprek. Het voedt mij altijd enorm om met jou niet zozeer om met jou te praten, alleen al om naar jou te luisteren en al jouw meditaties te doen, dat voedt mij altijd enorm. Dus heel veel dank, heel veel dank. En ook alle deelnemers en luisteraars, ook aan jullie heel veel dank voor jullie bereidheid om dit tot je te nemen, het mee te nemen en
verder te gaan op je eigen pad in volle bewustzijn. Ik vind het echt prachtig. Dus fijn, dank iedereen. En dank. Ik zie jullie graag weer bij het volgende gesprek. En Bonnie, dank je wel. Ja, dank je wel.